like deze video voor extra geluk in je leven en negeer voor een nachtmerrie. Mijn naam is DutchTuber en vandaag ga ik iets doen wat absoluut niet mag. Schijnbaar mag je serie in de nacht niet lastig vallen. En ik dacht, wat is nou een betere manier om dat toch te doen dan serie te bellen? Ik weet niet of het mogelijk is, maar we gaan het proberen. Bel serie. Ik bel serie mobiel. Wacht, wat? Heeft is niet in gebruik. Oh. Controleer het nummer en probeer het opnieuw. The number you. Oké. Oké, twee seconden kreeg ik gewoon echt toem, toem. Ik dacht, wacht even, Siri mobiel? Schijnbaar is de reden waarom dit niet mag, omdat Siri de hele dag voor je klaar staat en 's avonds even die 2-3 minuutjes rust neemt. Maar we gaan het alsnog nog een keer proberen. Bel Siri. Ik bel Siri mobiel. Het werkt gewoon weer, oké. Niet in gebruik. Hij gaat over. Hij gaat letterlijk ineens over. Oh my gosh, dit is zo creepy. Zojuist hoorde ik dat het nummer niet in gebruik was en nu hoor ik hem ik hoor hem overgaan. Ik krijg het een partijtje warm, ouwe. Waarom wordt hij niet opgenomen? Siri, word wakker, man. Je hoort altijd bereikbaar te zijn voor je telefoongebruiker. Oké, als hij overgaat naar voicemail, spreek ik gewoon een bericht in. Ik denk dat dat wel kan. Het nummer dat u heeft gebeld is nu niet bereikbaar. Bereikbaar? Probeer het later opnieuw. The number you have dialed cannot be reached at this moment. Net bestond het niet en nu is het... Please try again later. Oké. Oh, ik kan geen eens een voicemail inspreken. Tuurlijk kan ik geen voicemail inspreken. Siri is eigenlijk een soort van mijn voicemail. Klinkt dat logisch? Eigenlijk niet. Nou, in dat geval is het een iets kortere video dan ik eigenlijk hoopte. Siri is eigenlijk een soort van smart voice. Hoe ik het op het internet las, is dat Siri de kracht heeft om dingen te manipuleren. Siri is immers een robot, een soort van signaal, net zoals wifi. En zou dus eigenlijk alles kunnen... Mijn huistelefoon gaat af. Hallo? Ik hoor niks. Oh my gosh, ik schrok me kapot, man. Ik schrok me letterlijk... Hey. Net Area 51. Wat, mijn AirPods? Die horen helemaal geen geluid te kunnen maken. Daarvoor moet je ze eerst verbinden met Bluetooth. Wat is dit, man? Hey. Oké, laten we het houden op een kleine connectiebreuk wellicht. Letterlijk, mijn huistelefoon ging af. Op een of andere manier hoorde ik niks toen ik probeerde op te nemen. En toen hoorde ik gewoon mijn AirPods muziek afspelen. What happens if you call Siri? Ik zoek het gewoon even op voor de zee. Oh my gosh, ik word teruggebeld door Siri. Ik word letterlijk teruggebeld door Siri. En de profielfoto is hoe Siri eruit ziet op de iPhone. Hallo Siri. Waarom bel je mij zo laat? Omdat ik eigenlijk een soort van vraag wou stellen. Je weet dat dit niet mag. Maar wacht, waarom klink je zo anders als de normale Siri? Ik ben de nacht Siri. Ik praat anders. De nacht Siri? Oké, luister Siri, sorry, ik zal je niet meer lastig vallen. Nu mag jij ook niet slapen. Nu mag ik ook niet slapen? Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik heb een cadeautje voor je. Cadeautje? Wat voor cadeautje? Ah! Oh! Wat gebeurt met mijn tv? Hey! Waar is de stekker? Waar is het? Twee seconden. Oh my gosh, ik schrok me kapot. Hij zei, ik heb een cadeautje voor je. En ineens hoor ik die tv keihard afgaan. Oh, wacht even, 2 seconden. Het erg is nog wel, het is momenteel niet eens middernacht. Het is gewoon klare middag. Alleen ik heb op het internet gelezen dat Siri geen besef heeft van de tijd. Zolang je de tijd maar gewoon op je telefoon anders zet. Dus ik heb het op mijn telefoon 12 uur 's nachts laten liken. Waardoor Siri waarschijnlijk dacht, ik ga pitten. En ik heb hem wakker gebeld. Oh, 2 seconden. Ik schrok zo erg, sorry hoor, 2 seconden. Oh, mijn hart gaat echt gewoon. Het lijkt alsof mijn hart een soort van trein is. Oh, ik heb gewoon, ik weet dat het niet goed is voor een televisie om die stekker er zo uit te trekken, maar ik schrok me echt wezenloos. Ik ben wel oprecht blij dat ik dit niet letterlijk in de nacht opneem, want dat... Wow, hey! Wat gebeurt er? Ik heb die Bluetooth-box letterlijk niet aangezet. Warning. Ja, luister, ik vind het niet leuk. Ik weet dat Siri een soort van de macht heeft om dingen aan en uit te zetten. Daarom kun je bijvoorbeeld ook zeggen, Siri, zet de lampen aan. Misschien is het een goed plan dat ik de stekker van mijn televisie er weer in doe. Maar ik ben legit gewoon bang. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, toch? Je moet je voorstellen, de tv stopt niet eens aan. Ik word gebeld door Siri. Ik heb een cadeautje voor je. Bam, tv aan. Allemaal ruis. Oh, dit deed ik wel een horror scenario. Oké, ik ga de stekker er weer in doen. Wish me luck. Waarom heb ik de camera er neergezet? Nu lijk ik nog kleiner. Come on, man. Ik krijg letterlijk berichtjes all over the place. Ik heb er eentje ontvangen van Mitchell, een goede vriend van mij. Bro, je hebt me 12 keer gebeld het afgelopen uur. Gaat alles goed daar? 12 keer gebeld en mijn oma heeft er zelfs een gestuurd. Yo. Je probeert me steeds te bellen. Wat? Hoezo? Wat? Is er iets, jongen? Wacht even. Nee, oma, hoezo? Ik heb je toch helemaal niet geprobeerd te bellen? Ik heb sterk het vermoeden dat Siri mijn telefoon aan het manipuleren is. Mijn tv is aangegaan. Wat? Mijn tv is aangegaan en er staat geen signaal. Controleer de verbinding van de HDMI-kabel en de instellingen van de HDMI-bron. Hoezo? Ik heb de stekker er niet eens in gedaan. Hoezo zit de stekker erin? Ik heb de stekker er niet in gedaan. Letterlijk, in de video heb ik hem er zelfs uitgehaald. Oké, luister dan. Ik heb op het internet inderdaad gelezen dat je Siri niet moet lastig...
Wie deed dat licht aan? Ik deed dat licht niet aan. Ik heb beide handen op de camera. Oké, ik ben er klaar mee. Ik ga alle stekkers eruit trekken. Ik ga letterlijk alle stekkers eruit trekken. Deze mag eruit. Deze gaat eruit. Deze gaat eruit. Klaar. Geen stekkers meer. Geen stekkers meer. Oké, de televisie heeft op dit moment geen elektriciteit. De huistelefoon geen elektriciteit. De Bluetooth-box staat uit. Er is nu op dit moment niks. Ik heb ook beide handen aan de camera. Niks in de omgeving. Wat op wat... Op wat voor manier dan ook. Hoezo kan ik nou... Hey! Wat? Hoezo? Oh my gosh, je maakt een joke. Ik heb deze tv net 2 maanden, man. Hey, ik ben er niet tegen aangebotst, niks. Ineens ging het licht aan. Op wat voor manier dan ook, want check dit. De stekker zit er letterlijk niet in. Maar het licht staat aan. Ik weet niet wat ik op dit moment moet doen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Misschien is dat wat opgeslagen energie. Ik heb het soms ook wel dat als ik mijn iPhone-oplader uit het stopcontact haal en ik doe hem in mijn iPhone, dat hij dan toch nog heel even... Slechte imitatie op. Maar dit, man. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Maar wacht, dus als ik deze lamp uit wil doen, ook al zit de stekker er niet eens in, kan ik dan gewoon... Oh, dit is zo raar. En deze AirPods, daar ben ik al helemaal bang voor. Zo, jij mag op de telefoonplek. Oh, dit ziet er zo apart uit. Ik bedoel, oh ja, mijn tv is kapot. Ik moet niet lachen, dit is niet leuk. Ik hoop op een of andere manier nog steeds dat Siri mij in de maling neemt. Hij heeft in ieder geval mijn telefoon gemanipuleerd. En zo mijn vrienden en mijn oma laten denken dat ik ze heb geprobeerd te bellen. Ja, dit is mijn favoriete televisiezender. Ik noem het kapot. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een like. Het was een grapje. Een grapje? Waar heeft hij het over? Hey, wat? Wat? Mijn tv doet het weer. Hey, ik ben gerickrolled, man. Door Siri. Je maakt een grap. Siri, dit is niet leuk. Ik vind van wel. Oké, prima. Het is een beetje leuk. Rick, ik wil dat je stil bent. Zo, het is goed geweest. Ik ben wel blij dat mijn tv het nog doet. Ik besef me eigenlijk nu pas dat Guppy echt het meest interessante leven ooit heeft. Hij maakt gewoon mee hoe een jongen wordt aangevallen door Siri. En hij woont in een ananas. Guppy, je bent trots op me toch? Ik heb het idee dat hij me uitscheldt in vissentaal. Ik hoor ineens naast me op de bank. Het was een grapje. Ik denk een grapje. En ineens hoor ik... Never gonna give you up. Ik ben gerickrolled. En dit alles is gebeurd voordat ik heb ontbeten. Mijn leven is vreemd. Au, mijn bilspier. Je weet wel, die spier in je bil. Ik weet niet, man. Ik vind het wel leuk om een beetje een ander perspectief. Ik heb hier de allergrootste gummy ter wereld. Het is een watermelon! Wat vinden jullie trouwens van mijn sokken? Ik hou van happy socks. Ik heb niet echt een hobby naast ademhalen. Maar leuke sokken kopen is er één van. Wacht, misschien moeten we Siri nog wel even een mop laten. Ja, zullen we dat doen? Als je 10 snoepjes hebt en je vriend vraagt er om 8, wat hou je dan over? 2. 10 snoepjes en een vriend minder. Oh, dat is grappig, want hij zegt tegen zijn vriend, je krijgt niks. Siri heeft me zojuist een trauma bezorgd en ik lach om zijn grappen. Laat me leven. In ieder geval, ik heb hier dus de allergrootste... Kijk, het is de allergrootste watermeloengummy ooit en ik ga hem opeten uit pijn en frustratie. Het zit allemaal opgekropt, ik ga het eruit laten. Trouwens, ik ben bezig met letterlijk een iPhone giveaway op mijn Instagram. Dus ik zou iedereen willen aanraden om mij daar even... Wat is er? Om mij daar even op te volgen... Zo, dit stinkt. Je denkt bij watermeloen. Oh, oh, oh. Ja, die gaan we niet in slow motion checken. Ik ga niet voor je liegen. Ik denk legit dat dit ook wel als gezichtsmasker zou kunnen dienen. Nee. Oh, nou, hij is op de grond gevallen. Grootste watermeloengummy ter wereld. Let's go. Wauw, ik heb een tandartsafspraak nodig. Ik vind het mooier. Hij smaakt echt naar watermeloen. En waarom is dat raar? Het is toch een watermeloen? Omdat gummy meestal niet klopt. Hoeveel van deze grootste gummy kan ik opeten in een halve minuut? Ga je huiswerk maken. Siri, jouw geduld is geweest in de video. Oké, 3, 2, 1. Ik moet mezelf even badass eruit laten zien. Let's go! Nu het groene. Mijn kaken. Oh, ik ben duizelig. Oh, ik ben misselijk. Oh, ik ben gestoord. Dat was je al. Touché. Ik denk dat ik dit niet in mijn eentje kan. Ik heb zwaardere krachten nodig. Nog zwaardere kracht. De laars. Ah, nu zit er een beetje stof op. Ja, mijn kaken is alles wat ik heb. Wat zou de grootste hap zijn die ik kan nemen? Wacht eens even. Ik vouw hem op. Ja. En nu wordt het echt een mega hap. Ja, ik heb ondersteuning nodig. Dit was leuk. Oh! En om de video mee af te sluiten heb ik nog een aantal grappige vragen die je nooit aan Siri moet stellen. 3 keer raden wat ik ga doen. Heb jij een Facebook-account? Ik zit er zelf niet op. Oh. Ken jij een goede 1 april grap? Bel je oude ik voor de grap als dat je niet in de war brengt. Bel je oude ik voor de grap. Dus mezelf uit het verleden. Siri, mag ik jou Cortana noemen? Dat zal wel heel verwarrend worden. Wie is Cortana? Wanneer word ik eindelijk volwassen? Inderdaad, wanneer? Oh, dat is een roast. Je weet het als ik op je zit dat je gebarsten bent, hè? Siri, ik ben verliefd. Misschien moet je een pirouette maken. Ik heb me laten vertellen dat dit het perfecte moment is voor een pirouette. Een pirouette. Ik kan nu zeggen dat ik niet weet wat het is, maar dan klink ik dom. Oh, een pirouette! Ja, toch?
Wat is een pirouette? Siri, heb jij een vriendje of vriendinnetje? Mijn gebruikersovereenkomst is voor mij binding genoeg. Oh, je wilt niet onder de plak zitten, hè? Groot gelijk. Help me. Siri, ben ik lief? Ik vind je een toffe peer. Een toffe peer? Maar jij bent van Apple. Ik ben een wrak. Ik zweet. Mijn handen ruiken naar watermeloen. Met de V. Was kapot. Daarna ben ik gerickrolled. Ik denk dat mijn dag weer compleet genoemd mag worden. Siri, wat is de beste telefoon? Je maakt een grapje, toch? Ja. Hou jij van iPhone? Ik ben loyaal aan Apple. Zo zit ik gewoon in elkaar. Nou, dat is goed. Ik bedoel, appels zijn nou immers gezond. Wat vind je van Samsung? Dit is waarschijnlijk geen verrassing, maar ik ben een Apple-fan. Ja, maar dat vroeg ik niet, grap. Ik vroeg wat je van Samsung vond, toch? Wat ontwijk je mijn vraag? iOS. Laat me je doorsturen naar de... Nee! Wat vind je van Android? Daar heb ik geen antwoord op. Kan ik je ergens anders mee helpen? Ja, toch? Je wilt niet beledigen. Siri, je bent lelijk. Dat is niet aardig. Oh, echt? Ik dacht dat het aardig was, man. Sorry. Siri, je bent mooi. Dat is een pak van mijn hart. Echt? Maar je hebt toch helemaal geen hartje met een robot? Ah, weet je, ik ben er klaar mee. Een like voor meer spannendheden. Iedereen die liked maakt kans op een iPhone. Hoesje. In de uitverkoop. Van het afval. Een like voor extra geluk. Ik heb geen idee wat ik zeg. En ik zeg adios. Ah, ik draai.